mensen die het raam graag willen hebben, die zien in de symboliek, in het verhaal van het plaatje, zien ze iets wat, wat ze terug kunnen vinden ook in hun school. Dus zeg maar de communicatie. In de ramen staan ook allerlei verschillende mensen. En nou ja, goed, dat, ze vinden dat dat past bij de opvattingen van de NUFIC, van de school. Wat ik ermee gedaan heb. Ja. Ja, ik heb ze, ben ze eerst schoon gaan maken. Want ze zaten oorspronkelijk in een soort ijzeren raamwerk. Daar zaten ze in gevat. Nee, dat ijzeren raamwerk dat is gewoon in het gebouw gebleven. Maar dat was een T-profiel, zeg maar, met gewoon stopverf. Dus ze hadden dat met stopverf erin gezet. En al die stopverf die zitten nog aan. Kijk, hier zie je dat het nog gewoon. Zie je? Dat het aan het lood is blijven plakken. En aan de achterkant. Nou, het is wel een eind af, maar hier zie je de verfsporen, zeg maar, van, het, van de stopverf die beschilderd was. En hier zaten allemaal koeken stopverf aan. Kijk, je kan het nog wel zien hier. Zie je? Ja. Dit zijn ijzeren versterkingsroeden. Die een onderdeel maken van het raam. Dat was gewoon het, het aardige is dat, dat ze hier, wanneer het zeg maar geen rechte lijn was. Dus hier is een rechte lijn, dus hier hebben we gewoon een strip opgesoldeerd. Een beetje op een primitieve manier, maar goed, dat heeft zijn functie. Om het raam te versterken. En hier hebben ze het roetje, hebben ze zo helemaal mee laten lopen met de vorm van het lood, zie je dat? Ja. Maar glas en lood heeft altijd, of gebrand schilderd glas, heeft ook altijd de functie gehad om het verhaal te vertellen. Dus in een kerk wilden ze een raam laten zien, zo groot en zo mooi en zo prachtig, dat de mensen wel gelovig werden en zich heel nederig voelden en opkeken tegen, tegen de gelovigen die in de ramen zaten. En ik denk dat ze hier toch wel wilden laten zien ja, het gebeuren zeg maar, van wat, wat de PTT toen deed. Ja. Alleen op een wat illustratieve, ja, nostalgische manier. Mm-hmm. Is, nou ja, zelfs niet zeg maar in de stijl van de architectuur van het gebouw. Want dat is een beetje Amerikaanse stijl, zeg maar Frank Lloyd Wright of zo. Mm-hmm. Waarin in die tijd weer heel modern glas en lood werd gemaakt, op de architectuur toegepast. Maar dit is eigenlijk een postzegel. En hier zie je dat er ooit dus een reparatie is geweest. Daar hebben ze zomaar een stuk glas in gemaakt. Ze hebben het geprobeerd een beetje bij te maken. Je ziet ook duidelijk, zeg maar, aan de. Kijk, zo zie je het beter. Je ziet ook aan het lood dat ze geprutst hebben, zie je? Mm-hmm. Dat ze het opengevouwen hebben, dat ze er een stuk in hebben gezet. Omdat dit raam vroeger in de stopverf zat, hier zie je die resten zitten, mm-hmm. Konden ze er niet er helemaal in. Dus het is een beetje te kort. Hier kan je er tussendoor kijken. Maar het grappige is ook dat het lijkt wel wat, maar het is niks. En hier zijn wat stukken die zijn echt heel erg slecht en die zijn echt helemaal aan gruzelementen. Maar kijk, dan doe ik de keuze van, ik heb ze gelijmd, ik ga ze nog een beetje retoucheren, de achterkant zie je niet, en dan hou ik het in ieder geval origineel, dus door de lijm zeg maar, ja, vallen ze niet uit elkaar, want het waren echt duizenden stukjes. En ik maak het zwart en niemand ziet dat dat kapot is geweest, mm-hmm. Alleen ik geef het wel aan op een papiertje. En daar geef ik dan op aan, bijvoorbeeld wanneer er iets gebroken is, of wanneer er iets gesoldeerd is, of... Dus hieraan kan je dan zien wat ik in ieder geval gedaan heb. En die stukken die eruit gehaald worden. Die gaan we bewaren. Dan doen we een envelopje. Dat we in ieder geval weten dat dit kapotte stukken waren uit het bewuste raam. Als je nou zo'n raam hebt en je gaat het zo oppakken. Kijk, dan zie je al wat er gebeurt. Dan gaat het verkeerd, weet je wel. Dan scharniert dit. Die verstevigingen die erin zitten, die hebben de functie dat je het zo kan hanteren. Zie je? Dus zou je het raam zo neerzetten, tegen een vlakke kant, dan kan het geen kwaad, dan blijft het wel staan. Maar doe je dat bijvoorbeeld, zet je het hierop neer, op de korte kant, dan is het een vaatdoek, dan gaat hij dus doorbuigen en doorknakken. Of is het een kwestie van afleveren en... Nee, ik doe een ijzerdraadje om de kist. En dat mag er pas af als ik erbij ben. Ja, ja. En dan mag niemand eraan zitten. En dan gaan we kijken hoe we het doen. En dan hopen dat het goed gaat. En dan zou het heel fijn zijn als de aannemer zijn best dat heeft gedaan. En dat het mee zit. En ja, dan, dat is het, dat, zo werkt het het beste.